Voorzitter, ik heb bij de algemene beschouwingen had ik een debatje met premier Schoof over kinderarmoede. Wie? Premier Schoof. Nee. U kent hem misschien? Nee, dat is even niks. Nee, dat is die meneer die hoort dit kabinet te leiden wat vooralsnog vrij waardeloos gaat. Maar daarover later meer. Maar 150.000 kinderen in armoede. Ik wilde daar een debat over met meneer Schoof. Heb ik geprobeerd. En ondertussen werden er stukken vrijgegeven die zwart gelakt waren. En werd dat helemaal naar achter geschoven. En de heer Schoof kwam er overigens ook totaal niet uit. Ik zoek namelijk naar een argumentatie in dit kabinet, maar vooral bij u, over waarom er een keuze is gemaakt om die armoede niet te bestrijden, om die gelijk te houden en aan de andere kant wel degelijk cadeautjes uit te delen aan de allerrijkste, meest vermogenden. Ik wil niet van u horen dat dit een compromis was in onderhandelingen, want zelfs dan hoort daar een argumentatie achter te zitten. Dus ik vraag u, wat is de argumentatie om aan de ene kant 150.000 kinderen in armoede te laten leven en aan de andere kant wel degelijk belastingkortingen te geven aan de grootvermogenden? Ja, voorzitter. Kijk, we zijn net begonnen met dit kabinet en we zetten stappen in de goede richting. Elke stap in de goede richting is voor ons een plusje, een winst. En we kunnen niet de armoede. Ik zou hem liever ook morgen wegtoveren dat er geen kinderen meer in armoede zijn in dit land. Dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. Maar we zetten stappen in de goede richting. Want hadden we niets gedaan, was die armoede onder kinderen en ook onder burgers, was opgelopen. Wij hebben ervoor gekozen met een pakket van 1,5 miljard groepen in de knel, om te voorkomen dat meer mensen in de armoede geraken. Zelfs mensen gaan iets naar beneden, dit percentage. De bevolking groeit, ook mede door het beleid van de SP, van kom allemaal maar binnen. Dus we worden groter en groter dankzij de migratie. Dus het percentage van kinderen wordt ook groter. Of in absolute zin, als het percentage gelijk met wordt het aantal kinderen dat in armoede opgroeit, ook groter. Wij zijn er blij mee dat we het hebben weten te stoppen, die groei. En dat we dat percentage vast hebben kunnen prikken op 2024. En natuurlijk, we proberen gaandeweg, als volgend jaar de economie beter groeit en we hebben weer wat meevallers, doen we misschien nog wat extra's. Ik hoop dat het kan. Maar we hebben nu een stap in de goede richting gezet door te voorkomen dat het verder oploopt. Voorzitter, iemand die tevreden is met dat armoede gelijk blijft en met name 150.000 kinderen. Een stap. Ja, die noemt dat een stap. En aan de andere kant worden er miljarden uitgegeven aan cadeautjes voor de rijken. Het is inderdaad net alsof je met een VVD-woordvoerder in debat bent. Dus u draait inderdaad als een blad aan een boom met de grootste bondgenoot van de VVD. Toch ga ik proberen om iets aan die kinderarmoede te doen. En daar vraag ik ook uw hulp. Het is een overschot van 8 miljard euro. Daar had u ook niet op gerekend. Ook niet toen u ging onderhandelen. Laten we dan kijken of we daar iets mee kunnen doen. Desnoods voor een aantal jaren om er echt voor te zorgen dat 150.000 kinderen niet in armoede op te groeien. U kunt hierin echt het verschil maken voor al die kinderen die aan het begin van hun leven zo'n achterstand oplopen. U kunt hierin een verschil maken. U had onderhandeld. Ik neem aan dat dit deel vrij is, die 8 miljard in overschot. Want daar had u geen rekening mee gehouden bij die onderhandelingen. Dus staat u ervoor open om, laten we zeggen, de heer Van Dijk ervoor open om 1 miljard euro uit te geven aan het bestrijden van kinderarmoede? Ja, nou, voorzitter, ik heb dat ook gezien, dat er inderdaad, het is geen overschot, die 8 miljard. Die 8 miljard is een onderuitputting op de begroting. Dus waarschijnlijk, we krijgen het niet uitgegeven in de eerste helft wat we dachten uit te geven. Krijgen we niet uitgegeven door allerlei factoren als personeelstekorten en noem maar op. Maar dat, wil niet zeggen dat die 8 miljard nooit uitgegeven wordt. Want er komt een moment dat we die tanks wel kunnen kopen en dan hebben we die 8 miljard nodig. Met andere woorden, u doet nu net of die 8 miljard over is, maar zo is het niet. Die 8 miljard is niet uitgegeven omdat we hem door omstandigheden niet uitgegeven kregen. En ik vraag straks in mijn verhaal, vraag ik ook aan deze minister, hoe zit dat met die 8 miljard? Ontstaat daar wat ruimte op de begroting? Het zou best kunnen dat er een deel van die 8 miljard misschien inderdaad gebruikt zou kunnen worden voor de kinderen of wat dan ook. Maar dat vraag ik aan deze minister, want ik heb geen zicht op of die 8 miljard misschien volgend jaar wordt uitgegeven. En dan zou het raar zijn om hem nu
de pot te verteren en volgend jaar daardoor in de problemen te komen. Voorzitter, de heer Van Dijk zit hier echt vele jaren langer dan ik. En nu weet ook dat dit jaar na jaar na jaar na jaar is. En dat het niet alleen geld is wat niet uitgegeven of niet uitgegeven kan worden, maar dat het ook wel degelijk is omdat er meer inkomsten zijn binnengekomen dan beraamd. Dat is al jaren zo. Maar u draait om de vraag heen. Ik wil weten van de woordvoerder van de VVD, van de woordvoerder van de PVV of u bereid bent om een deel daarvan wel degelijk uit te geven aan kinderen in armoede. Het is toch niet zo'n moeilijke keuze, meneer Van Dijk? Het is toch niet zo'n moeilijke keuze om te gaan zeggen dat als er inderdaad geld overgebleven is en meer inkomsten zijn binnengekomen dan verwacht, om daar een deel van niet naar de allerrijkste door te sluizen, misschien een keer niet. Ik kan het hele, die hele lijst kan ik gaan opzommen, maar dat vind ik flauw, dat heb ik al 2-3 keer bij u gedaan. Ik probeer u een oplossing te vinden voor 150 kinderen in armoede. Ja, nee, en dan verwacht ik een antwoord van de PVV. Die zegt, nou ja, ik vind dat eigenlijk wel een goed idee. Ik snap de intentie wel. Daar ligt ook onze prioriteit. Dan is mijn vraag aan de woordvoerder van de PVV. Ligt de prioriteit van de PVV daar om die 150.000 kinderen in armoede daaruit te gaan halen? En dat gaan we halen bij bijvoorbeeld een overschot. Oftewel meer inkomsten die zijn binnengekomen en geld wat niet uitgegeven is geraakt. Wat al jaren zo is. Het is niet zo'n moeilijke vraag. Was het maar niet zo'n moeilijke vraag. Het is wel een moeilijke vraag. Ja, moet ik eerst weten waar komt die 8 miljard vandaan? Dat heb ik u net gezegd. Want u zegt van 8 miljard, u bent maar aan het uitdelen en uitdelen. Alsof het allemaal maar kan en moet kunnen. Ik wil eerst weten waar zit die 8 miljard vandaan. En dat vreemd dat wij de constant alles aan de rijken en cadeautjes en noem maar op. Dat wil ik hier ook een keer rechtzetten. Want wij doen voor burgers een lastenverlichting van 6 miljard. En voor bedrijven, inderdaad door het terugdraaien van een aantal maatregelen, 1 miljard. Dus dat wij alles geven aan de rijken en cadeautjes en noem maar op, dat is zo'n foute, oneigenlijke frame die u constant de wereld in slingert. Dat slaat nergens op. Wij geven 6 miljard aan de burgers. Dat zijn ook uw kiezers. En natuurlijk hebben we aandacht voor de kinderen, heb ik u net gezegd, door 1,5 miljard groepen in de knel vrij te spelen, zodat de armoede onder kinderen en onder burgers niet oploopt. Heb ik u ook net gezegd. Wij zetten stappen in de goede richting. Wij zetten tenminste stappen. U loopt alleen maar te roep toeteren, maar u zet geen stappen. En u zegt dat het allemaal zo belangrijk is. Maar het regeren is ook kijken van, kunnen we dat geld missen? Hebben we daar een budget voor? Hebben we een dekking? En maar roepen van, Geef maar 8 miljard, wat maakt het uit? En we zien wel naar onze zondvloed. Zo werkt het niet, het echte leven als je regeert.